Jongens, welkom allemaal bij weer een nieuwe Content Fame video. Oh, zo spannend! Vandaag sta ik weer bij de prachtige haven waar wij vorige aflevering de hele pier hier hebben gemaakt. En vandaag is het weer tijd voor een grote update, maar niet aan de pier, jongens. Daar staat een prachtig leeg plekje. En heel veel mensen weten al wat daar gaat komen. Het is namelijk tijd om vandaag te beginnen aan de bank, jongens. Ik wil hier de grote Harry Potter Goblin bank maken. Nee, ik wil een bank maken die daar een beetje op lijkt. Weet je nou niet hoe die eruit ziet? Dit is hem. Ik wil zoiets maken. Niet echt precies hetzelfde, maar iets in die stijl. Die wil ik mooi hier maken. Ik heb het hoekje ervoor. Dan gaat hij hier ongeveer tot aan de muur. En dan loopt hij hier door, waardoor ik aan de achterkant geen detail hoef te maken. Hier geen detail hoef te maken. En hier ook niet, want... trouwens, hij komt dus hier ongeveer. Maar hier hoef ik ook geen detail aan de zijkant van de muur te maken. Want, net zoals hier, jongens, al die rijtjeshuizen, die hebben ook geen details hier. Omdat ze tegen elkaar aanstaan. Oftewel, ik hoef letterlijk alleen deze kant, deze hoek hier en deze hoek hier helemaal tot daarheen. Daar hoef ik alleen maar details te maken. En het dak gewoon. Dus dat gaat wel een leuke klus zijn. Dat gaan we vandaag doen. Met een mooie timelapse natuurlijk. Doen jullie dat leuk in één grote timelapse kunnen zien. In een paar seconden zien jullie dat gebouwd worden. Maar voordat we dat gaan doen, jongens. Ik had Maurits een tijdje geleden aangewezen tot de eigenaar van de bank. Maar hij heeft me teleurgesteld. En hij heeft nog geen initiatief genomen. Oftewel, jongens. We gaan iemand anders daarvoor vragen. Die eigenaar moet zijn van de bank. En wie kan dat nou beter doen dan Fred? Jullie kennen Fred allemaal. Als de lieve robot die inmiddels weer terug is. We zijn allemaal hartstikke blij dat hij terug is. Maar Fred woont helemaal aan de andere kant van de stad. En er zijn hier natuurlijk nu van die rijtjeshuizen waar er druk aan gebouwd wordt. Dus ik dacht, wat nou als ik Fred vraag om eigenaar van de bank te worden en dan betaal ik hem daarvoor een huis. Dan mag hij één van deze huizen kiezen om in te wonen, zelf inrichten. En dan woont hij ook nog eens op 2 minuten op 10 seconden loopafstand. Waardoor hij nooit te laat kan zijn voor zijn werk. Nou, laten wij Fred even gaan zoeken. Nou, ik weet eigenlijk stiekem al waar hij is, jongens. Voordat ik de video begon, zag ik al, zoals je ziet, dat Fred gewoon online was. Fred heeft zijn nieuwe favoriete plekje gevonden. Dat is namelijk hier bij Floor haar kraampje. Daar is een winkeltje, of een cave hier. Kijk, en dat is heel groen. Daar zit... Fred. Fred, wat ben je aan het doen? Het mag. Het mag wat? Bomen los, bomen raak. Het hangt er gewoon af van de smaak. Ik ben aan het zingen. Ik denk, wat zeg je nou? Fred, ik weet dat dit je nieuwe favoriete grot is. Ik heb je de afgelopen dagen hier veel gezien. Het regent hier groen. Het regent groen. Ik weet het. Het is een prachtige grot. We kunnen het misschien wel een keertje benoemen tot de Fredgrot, als je dat wilt. Iedereen weet nu dat ik Fred ben. Oh, huh? Er zit een nametag boven je hoofd. Die had je helemaal niet. Je had nooit een nametag. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan? Update. je hebt een nieuwe Fred-update. Hologram. Hologram boven je hoofd. Ik projecteer boven mijn hoofd. Je heet nu Fred en hij is groen. Hoe heb je dat geregeld? Ik wil ook zo'n mooie groene... En trouwens, pas wel bij jou. Ik ben Fred. Jij bent Fred. Fred, kom eens even mee. Ik heb een voorstel voor je. Fred, welkom bij het nieuwe gedeelte. Jij vindt het ook heel leuk hier. Het is nog niet zo groen als dat jij zou willen, maar het ziet er op zich wel goed uit, toch? Jawel. Jawel, hè? Hey, hier wil ik letterlijk nu de bank gaan maken. Daar wil ik nu mee aan de slag. Maar ik wilde jou vragen om eigenaar te worden van die bank. Zitten. Oh, zit. Ik snap het. Ik denk, wat zeg je nou? Maar jij denkt natuurlijk gewoon een normale bank waar je op kan zitten. Ja, als het maar een zachte bank is. Nee. Ik bedoel een geldbank. Zeg maar waar ik naartoe kan om mijn diamonds in de kluis neer te leggen. Nee, ik snap het. Maar wil jij eigenaar worden van dit gebouw en mensen helpen met hun geld op de bank leggen? Ja. Ja? Kan. Kan, maar het ding is, jij woont helemaal aan de andere kant van de stad. Ja, ik laat wel even zien. Nee, ik weet waar je woont, ik weet waar je woont. Ik wil jou vragen om dan te verhuizen en dan betaal ik het huis voor je. Duur. Nee, je mag hem hebben. Lenen. Lenen, ook goed. Nee, je mag er wonen, Fred, kom maar mee. Kijk, één van deze huizen, behalve de meest rechte, die is nog niet af. Je mag één van deze huizen hier kiezen, oké? Ja. Welke wil je? Ga jij maar rondkijken welke huis je wilt. Kijk, het ding is, Fred, ik ga wel even een tip geven. Deze heeft een klein tuintje hierachter waar je heel veel groens mooi kan doen. Zie je? Ik ga even kiezen. Ga jij even kiezen. Ik kom maar hierheen als je klaar bent, oké? Ik sta daar bij de bank. Oké, jongens, wij laten Fred even lekker kiezen. Hij mag zijn tijd nemen welk huis hij neemt. Dan kunnen wij vast de voorbereidingen treffen voor de bank. Want ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik ben wel een beetje bang. Nou, bang. Ik heb al een tijdje geen huis meer gebouwd, jongens. Ik heb natuurlijk heel veel gebouwd en zo. Maar het is echt al een tijdje geleden dat ik gewoon een simpel huisje heb gebouwd. Het staat hier. Fred moet zeggen dat Fred het heel mooi vindt en Fred heeft ook spijt van de dingen die Fred heeft gezegd. Oh, in de vorige aflevering heeft Fred René toekomstige huisje lelijk genoemd. En nu heeft hij waarschijnlijk een hele,
brief achtergelaten met dat hij spijt heeft dat hij dat gezegd heeft en dat hij René niet boos om maakt. Oh, arme Fred, ik hoop niet dat hij ruzie krijgt met René. Zo, dan gaan we beginnen met een werkstationnetje maken, zoals altijd. Dan doen we een paar van die dingen plaatsen hier. Hoppa, hoppa, hoppa. Dan doen we een crafting table en een stonecutter plaatsen we er ook bij. Zo, waardoor ik altijd makkelijk alle blokken kan pakken die ik nodig heb voor zo'n beeld. Ook al zit er wel heel veel troep bij, zoals dit. Dit is echt een troep dinges. Daar kan ik beter hout in gaan doen. Hallo Max, ik kan het echt niet lezen. Hallo Max, ik kan eindelijk typen, staat er waarschijnlijk. Hij kan typen! Jongens, we kunnen Fred ook nu eindelijk via de chat... we kunnen Fred via de chat eindelijk nu contacten. Oh, wat ben ik daar blij mee. Ik moest hem altijd zoeken en weet ik van wat allemaal. Maar we kunnen nu ook gewoon met hem typen. Hij heeft weer een nieuwe update. Mooi. Groen. Groen, Fred, groen. Wacht, ik ga gelijk naar hem toe. Wat een grandioos mooie update heeft die Fred voor zichzelf weer geregeld. Groen. Hij kan niet groen typen. Oh, wat goed. Maar heeft hij dan wel of niet een huisje gezocht, is de vraag. We plaatsen er ook nog twee kisten bij. Zo. Gaan we even slapen. En dan gaan we kijken of Fred al een huisje heeft uitgekozen. Fred, heb je al een huisje uitgekozen? Oh, daar is hij. Fred, heb je er eentje gekozen? Ja. En? Ik wil graag de hele straat. Nee, je mag niet de hele straat. Je mag één huisje kiezen. Oh, dan deze. Deze? En dan is dit de ingang, hè? Ja, kan allebei. Ja, er zitten twee ingangen in. Nou, dan is dit vanaf nu je huisje, Fred. Dit is het huis van Fred. Je mag hem van buiten niet aanpassen, alleen van binnen. Oh. Oké? Ja. Oké, prima. Dan ga jij, zou ik zeggen, lekker beginnen met de inrichting van je huis. Plaats een paar meubels, een oplaadpunt, zodat jij kan opladen en zo. En weet ik wat allemaal. Er is op zich wel wat ruimte. Je hebt zelfs een mooie zolder hierboven. Je kan lekker je ding gaan doen, Fred. Aan de slag gaan, zou ik zeggen. Mooi. Ja, hè? Ja. Oké, nou dan ga ik beginnen aan de bank. Heb je nog wat te zeggen voordat ik telkens weer heen en weer moet lopen? Nu niet. Nee? Nee. Oké. En jij? Ik ook niet. Oh. Dag Fred. Doei. Oké, jongens, laten wij maar beginnen met de prachtige timelapse van deze bank. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het gaat echt even kloten zijn. Maar jullie gaan het zien binnen 3, 2, 1. Vergeet niet te liken en te abonneren. Een wit resultaat. Jongens, dat was de timelapse. Ik ben tevreden met het resultaat. Het was echt een, ja, nieuwe bouwervaring voor mij. Moet ik wel toegeven. Ik heb nog nooit in mijn hele Minecraft carrière... ik weet niet of ik het een carrière mag noemen. Nee, je mag het geen carrière noemen. Heb ik nog nooit zo'n soort gebouw gemaakt. En ik moet wel zeggen dat ik het heel leuk vond. Het was wel een uitdaging. Er moeten nog veel details aangemaakt worden, zoals het interieur helemaal. En aan de buitenkant moeten nog gewoon leuke dingetjes geplaatst worden. Weet ik veel wat allemaal. Het ding is, ik heb het allemaal gebouwd met calcite. Dat witte mooie blok, dit mooie blok hier, weet je. Maar calcite, jongens, is een blok waar je helemaal niks mee kan. Je kan er geen stairs van maken, geen slabs van maken. Helemaal niks. En je hebt natuurlijk wel deze, maar die zijn toch, zoals je ziet, zijn die wel goed anders, weet je. Dus vandaar werd ik wel geforceerd om niet echt met heel veel diepte te kunnen werken. Minimale diepte een beetje. Niet zoals mijn andere beeld, zoals in het kasteel of zo, kan je natuurlijk met heel veel diepte werken. Dat kon hier niet. Maar het was een beetje alsof je met één hand moest bouwen, weet je? Alsof je met je één hand op je rug dit gebouw moest maken. Maar daarom ben ik wel tevreden met het resultaat. Als je afvraagt, Max, waarom heb je deze muur hier zo plat gemaakt? Volgens mij heb ik dat voordat ik dit ging bouwen ook al uitgelegd. Maar hier komen natuurlijk rijtjeshuizen tegenaan, jongens. Dus je moet je voorstellen dat ongeveer vanaf hier of zo, weet ik veel wat, zo staat gewoon een huis, waardoor je die hele muur niet eens meer gaat zien. Die muur is dan gewoon, ja, aan de binnenkant. Maar goed,
Laten wij even... Ik ga even de binnenkant laten zien. Die is heel mooi. Ziet er goed uit. De helft van de muur hier is gewoon nog deze muur. En de andere helft is nog die muur. Heb ik nog lanterns? Ja. Laten we dan op zijn minst eventjes een beetje belichting toevoegen aan de binnenkant. Dat bordje hier weghalen. En hier dan ook belichting. Zo, kijk. Ik heb boomblocks gebruikt voor de vloer hiervoor gedeeld. Want moet je horen. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Misschien dat een editor het geluid wat harder moet doen daarvoor. Oh, wacht. Mijn master volume staat zacht. Zo. Kijk. Oh. Jongens, dat klinkt toch echt... Dat klinkt zo perfect. Dat is alsof je op een soort marmeren... Dat is alsof je op een soort marmeren vloer loopt, weet je. Maar marmerblokken, die heb je niet echt in Minecraft. En niet het geluid ervan in ieder geval. Dus dit komt het meest dichtbij. Dus ik denk dat ik vooral boneblocks wil gaan gebruiken als vloer hier. Puur voor dat lekkere marmerachtige geluidje. Oh, het begint al helemaal... het begint zo mooi te worden hier, jongens. Ik kom echt niet uit mijn woorden. Het begint zo mooi te worden hier, jongens. En René is ook verder gegaan met haar huisje. Die heeft kleine progressie gemaakt. Niet al te veel. Niet al te gewaagd. Maar wel lekker veel progressie. Goed, Fred is offline. Zoals je kan zien, hij is niet meer online. Voor jullie informatie, het is zelfs een dag verder dan dat ik begon met de timelapse. Want na de timelapse ben ik lekker naar bed gegaan. En inmiddels is het alweer 12:30 's middags. Maar hij zei dat hij klaar was met het huisje. Alleen ik mocht niet kijken tot hij ook online was. Want hij wilde een rondleiding geven. Fred wilde een tour geven aan zijn huisje. Dus ik mocht niet zelf gaan kijken. Maar goed, wat wij wel even kunnen doen in de tussentijd, jongens, is deze vloer hier eventjes mooi van steen maken. Zodat het niet meer zo random van dit platgestampte gras is. Dit pad hier naar beneden even van het goede blok maken. Dit hier. En dan misschien zelfs dit gebied hier even terraformen. En met palen en weet ik wat allemaal bouwen. Zodat dit er gewoon goed uitziet. En dan ziet het hele gebied er hier gewoon in één keer mooi uit. Daarvoor moet ik eerst mijn inventory opruimen. Ik heb echt te veel troep bij me. Dus we wachten ook met de bank aan de binnenkant maken tot Fred terug is. Of tot de volgende aflevering misschien eigenlijk gewoon. Want dat wil ik ook weer met de timelapse doen. En als ik nu nog een timelapse ga doen, heb ik geen tijd meer om deze video op tijd online te krijgen. Oh, in ander verdrietig nieuws. Mijn pickaxe is kapot. De Nathan-nekker. Ik was aan het hakken en in één keer... Groen, hoor ik. Tijdens mijn timelapse. Oftewel, mijn Silk Touch pickaxe die zo goed is, is kapot. Goodbye. Enorm verdrietig, ik weet het. Dus die moeten we deze aflevering ook even opnieuw zien te fixen. Met allemaal mooie enchantments en zo. Ah, wat is het toch altijd leuk om dat soort dingen weer te doen. En niet op te letten als je pickaxe stuk gaat. Ik denk echt dat het er heel anders uit gaat zien in één keer weer. Als de vloer hier gewoon van steen is. Dan kan ik misschien ook leuke details vast toe gaan voegen aan dit pad. Zodat dit er een beetje leuk uitziet en zo. En dan moet ik jullie denk ik een geheimpje gaan verklappen, jongens. Maar ik vind het nieuwe gedeelte van de stad, oftewel dit gedeelte, nu al leuker dan het oude gedeelte. Wat best wel lullig is, want het oude gedeelte is wel de OG plek van de stad natuurlijk. Maar even goed. Dit nieuwe gedeelte heb ik gewoon... Ik heb meer geleerd. Ik heb heel veel geleerd over het oude gedeelte van de stad met steden bouwen weer en zo. Ik heb al vaker in mijn leven steden gebouwd, maar nog nooit zo één als dit in survival. En heb ik van geleerd. Waardoor ik dat nu mooi toe kan passen op dit gedeelte hier. Waardoor ik dit mooier vind. Welk gedeelte vinden jullie mooi? Laat even weten in de reacties. Deel 1 of het oude deelgedeelte of het nieuwe gedeelte. Laat dan gewoon even weten, ik vind het oude gedeelte mooier omdat. Ik vind het nieuwe gedeelte mooier omdat. En er zijn ook nog een paar dingetjes in het oude gedeelte die ik af moet maken, wat eigenlijk best wel lullig is. Ik ben al zoveel druk bezig met dit gedeelte natuurlijk hier. Deze hele haven en weet ik wat allemaal. Dat ik een beetje aan het verwaarlozen ben wat ik nog moet doen in het oude gedeelte. Alright, jongens, dan is als het goed is de hele vloer opgevuld. Dan wil ik er wel nog wat details aan maken met stairs. Gewoon wat diepte dingetjes natuurlijk. Maar kijk hoeveel beter dit eruit ziet. Het past er toch zo goed bij. Helaas zijn er wel twee varkens niet gesneuveld, maar begraven. Die vielen in gaten en ik was te lui om ze eruit te halen, dus die wonen voortaan hier. Ronald en Kwak, kunnen jullie niet eventjes gewoon niet hier zitten als het ware? Maar gewoon hier. Jullie kunnen hier letterlijk eruit als jullie willen. Er is een uitgang. Maar stik er maar in. Die wonen vanaf nu daar. Dat zijn gewoon ondergrondse varkens. Maar goed, nu... Oh, dat pad moet ook nog gedaan worden. Die heb ik nog niet gedaan. Maar eerst wil ik de paden even maken waar het helemaal heen leidt. En dan ga ik ze vervangen voor steen, net zoals dit. Maar het ziet er wel echt goed uit nu al, dit hoor. Oeh, daar ben ik heel blij mee met dit steen zo. Wat ik dan hier wil doen... Hier wil ik het plat maken. En even kijken tot waar ik het plat wil maken. Tot ongeveer hier, laten we zeggen. Minimaal hier. Nou, het moet trouwens wel minimaal tot hier plat. Want het moet de bocht omgaan natuurlijk, het pad. Het pad moet helemaal tot daar lopen. Ziet er mooi uit, dit. Ik ben heel tevreden mee. Ja, maar dat maakt nog niet uit, jongens, hoe het eruit ziet. We moeten het eerst even terraformen, zoals gewoonlijk. En dan kunnen we bepalen hoe het eruit ziet. Maar misschien kunnen hier uiteindelijk ook wel rijtjes huizen. Om het idee daarvan een beetje terug te laten komen. I mean, daar is het natuurlijk. Tot aan de bank, daar gaat het zijn. En dan daar een pleintje met René's huis als die af is hier. En dan is het misschien leuk is als hier dan wel weer rijtjes huizen zitten. Of dat er zelfs aan René der huis aan die kant ook alweer een rijtjes huis zit. Keuzes zijn reuzes. Goeie zin. Yeah. Het begint al ergens op te lijken, jongens. Ik kom al
helemaal richting het randje nu, zoals je kan zien. Hier, dit is het randje letterlijk. Waardoor we dit helemaal door naar beneden kunnen trekken. En dan moet ik wel gaan verder bedenken wat ik daar ga doen. Maar zou hier dan ruimte zijn voor rijtjeshuis, is de vraag. Het is namelijk behoorlijk krap dit. Dus dat zou betekenen dat het pad misschien echt maar 2 breed of zo wordt. Wat dan wel echt veel te krap is als je hier zo'n krap pad zou maken. Of een krap. Heel veel krap in één zin. Maar het zou heel krap worden, daar komt het op neer. Maar ja, we kijken zo even hoe we dat gaan doen. Laten we eerst even dit hele muurtje hier nog weghakken. Oh, ik mis mijn silk touch pickaxe. Ik krijg allemaal cobblestone hiervan. En ik dacht, ja, ook leuk. Maar cobblestone heb ik in principe genoeg. Ik heb altijd stone tekort. Zo, dan kunnen we nu die paal hier naar beneden brengen. Om het gewoon netjes door te trekken. En dan krijgen we al een beetje een overzicht van hoe het eruit kan gaan zien. En dat is, denk ik, gewoon zoals je zou verwachten. Ja, niet heel bijzonder of zo. Maar wel netjes. Dat sowieso. Het is wel netjes dit. Als ik het zo zie, jongens. Nu is er eigenlijk best wel wat ruimte voor rijtjeshuis, hoor. Hier misschien dan wat minder. Maar als je kijkt vanaf ongeveer deze lijn. Is dan wel heel krap, hoor. Maar als je dan tot ongeveer hier kijkt. Hier is gewoon ruimte voor best wel wat rijtjeshuizen. Moet natuurlijk ook nog een trap tussen komen. Maar misschien kunnen we juist een heel dun soort steegachtig trappetje maken. Waar je dan ook aan de bovenkant bijna helemaal dichtgebouwd zit. Omdat de huizen zo dicht op elkaar zijn. En dat je daardoor zo omhoog kan lopen. Dat er dan ook natuurlijk gewoon een grote hoofd. Trap is dat hij misschien daar vandaan komt of zo. Maar als je daar vandaan komt, dat je dan echt met een klein ploep zo'n steegtrappetje naar beneden gaat. Dat zou oprecht wel heel lijp zijn. Kijk, want hier kunnen we nu natuurlijk gewoon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en zo verder gaan tot het einde hier ongeveer. Heb ik even wat meer steen nodig. Dat even helemaal omhoog brengen. Dan moet dit hier links ook opgevuld worden met gras natuurlijk, want dit zou helemaal plat moeten worden. Dus dat zou dan zo gaan uiteindelijk. Waardoor je hier ook ineens ruimte hebt voor allemaal leuke dingetjes. En dan krijg je voor jezelf ook allemaal ruimte. Zo, en nu is het enige wat ik nog hoef te doen hier, is de vloer even helemaal van gras maken, zodat het er netjes afgewekt uitziet. En hoppa, dat is ook weer gedaan. Oftewel, dan kunnen we nu dit pad hier even lekker gaan verlengen. Die gaat ongeveer hierheen. En dan loopt die, net zoals daar, loopt die er gewoon precies langs. Dan gaan we deze denk ik dan iets minder dik maken. Oh, wat lekt het een beetje. Oh nee, het valt wel mee, laat maar. Oh mijn god, nee. Dat meen je. Oh jongens. In 1 aflevering en mijn pickaxe en mijn shovel. Nee. Oh, waarom let ik niet op? Ik ben ook zo'n ei. Ik ben ook zo dom. Nee. 2 van mijn waardevolle dingen zijn vandaag gewoon kapot gegaan. Waarom let ik er niet op? Je denkt natuurlijk als je rechte muis klikt op gras. Dat het, ja, daar denk je niet bij na van, oh, dat is mijn durability die dan weer kapot gaat, weet je. Maar tuurlijk gebeurt dat wel. Oh, dan gaat je durability natuurlijk wel gewoon stuk van. Oh, wat ontzettend zonde. Oh, jongens. Wat moet je vinden reacties? Riep lieve pickaxe en shovel, we zouden je missen. Nou, dat betekent dat ik nu het bouwen moet gaan staken. Want ik was eigenlijk nog niet klaar. Ik wilde zelfs dit nog een beetje verlagen. Want zoals jullie zien, daar was een mooi rondinkje. Maar die wordt nu een beetje weggewist door het feit dat deze hele muur net zo hoog is. Dus wat ik eigenlijk wil doen, en dat wilde ik nu nog doen. Maar ik denk dat dat hem vandaag niet meer wordt. Maar ik wilde hem eerst net zoals dit naar beneden laten lopen aan die kant zo. En dan ongeveer vanaf deze hoogte verder. Want dan heb je dat rondinkje daar. Dat is gewoon een stuk mooier dan. Maar nu is het gewoon 1 rechte muur. En ja, dat is net te hoog. Dus hij wordt nog lager. Maar goed, eerst moeten wij even een nieuwe shovel maken. En een nieuwe pickaxe. Omdat ze allebei stuk zijn gegaan. Omdat Max niet goed op kan letten op zijn spulletjes. Ik ben niet verantwoordelijk genoeg om erop te letten, jongens. Niet verantwoordelijk genoeg. Jullie zien het. Hoe heette mijn shovel ook alweer? Ik ben de naam van mijn shovel vergeten. Ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval, laat ik even, want ik heb geen netherite meer. Waar is mijn ender chest? Oh, die kon ik natuurlijk ook niet meer hakken omdat ik geen silk touch meer had. Jezus, het gaat wel goed, hè, vandaag. Oké, wat zit hier op? Unbreaking en efficiency. Laten we die gewoon even tijdelijk meenemen. Dus laten we eerst de shovel fixen. En dan laten we ook maar gelijk een pickaxe maken. Ik bedoel, hè, die hebben we toch nodig. Een nieuwe diamond pickaxe. Dan leen ik wel voor de ender chest van het marktplaatsje. Hier, hoppakee, dan heb ik er 3 van nodig. Knockback heb ik nog. Maar ik heb geen netherite meer, hè. Nee, ik heb gewoon niks om. Oh, wat stom. Moet ik hier weer mee bezig zijn? Heb ik helemaal geen zin in. Heb ik trouwens. Oh, damn, er is er van allemaal hout gekocht. Wow, glas heb ik zelf niet. Maar damn, dat hout loopt goed, jongens. Dat hout loopt echt heel goed. Oké, dan maken we een nieuwe pickaxe, zo. Doppen we daar even wat diamonds in. Laten we eerst even mijn axe repareren. Nou, dus die doen we weg, zo. Die doen we ook weg. En dan ga ik mijn axe laten repareren door die bij René in de winkel te gooien. Zo, René, ik hoef alleen mijn pickaxe hoeft gemaakt te worden, meer niet. Of mijn axe, sorry, niet mijn pickaxe. Dan, wat wil ik vervolgens doen? Dan heb ik enchantments nodig. Wie verkoopt er boekjes, enchantment boekjes? Of kan ik die zelf maken? Oh ja,
Flora en René verkopen natuurlijk gewoon hier boekjes. Ik vind het nog steeds jammer dat de wollen kraampjes tot dingen zijn gemaakt. Dat vind ik nog steeds jammer. Ik vond het wollen ook mooier. Maar goed, het zijn niet mijn kraampjes. Wat wordt er verkocht? Mending. Ik heb mending nodig. 2 keer zelfs. Silk touch heb ik 1 keer nodig. Featherfalling niet. Efficiency 5 heb ik nodig. 2 keer. Protection ook niet. Dan heb ik wel nog unbreaking goede unbreaking nodig. Ik weet niet of die ook nog verkocht wordt. Oh, 2 keer unbreaking 3. Sharpness heb ik niet nodig. Power ook niet. Volgens mij heb ik dan alles, hè. Dan heb ik Silk Touch, Mending en Unbreaking. En Efficiency, ja. Oké, zullen we nu even huilen, want ik... Oh, XP heb ik nodig. Dan gaan we even XP-bottles kopen bij Anne. Zien dat ik dit nog deze aflevering wel gewoon helemaal terug kan fixen. Ik heb wel heel veel XP nodig, dus laten we echt heel veel diamonds uitgeven even. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diamonds. Zo, en dan doen we hem helemaal vol, want als het goed is... Oh ja, zo komt het goed uit. Gezondheid erin, hè? Oké, dan hebben wij de dinges gekocht. Laten wij die dan gelijk gebruiken. Eerst even mijn ding repareren. Mijn walnutwaaier. Die is nu gerepareerd. En dan kijken hoeveel XP je kan krijgen. Kijken hoe rijk we kunnen worden aan XP, jongens. We gaan al deze bottles opmaken. Level 17 zijn we al. Level 18, het gaat snel. Het gaat snel. Oké, als ik deze klaar... Deze stack trouwens, dan wacht ik heel even. Want dan wil ik even kijken wat ik nu alvast allemaal kan upgraden. En je zou zeggen, Max, maak easy tools netherite. Want dan kost het minder XP. Of niet? Nee, je moet... Nee, never mind. Dat is niet waar. Ik lieg. Ik ben mezelf aan het memen. Laat maar. Never mind. Dat heb ik nooit gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Barry! Barry de Blacksmith, jongeman. Ik kom weer eens een keer naar je toe. Ik heb je weer eens nodig. Ik weet hoe lang het geleden is. Ik weet dat ik je verwaarloos en dat ik nooit meer met je praat. Maar hoe is het, Barry? Lang niet gesproken, lang niet gezien. Mag ik je Enfield even lenen? Dankjewel. Oké, laten we eerst de pickaxe doen. Een breaking erop zetten. Of laten we hem eerst de naam gelijk geven. Hoe gaan we hem noemen? Ik wil een hele serieuze naam. Barry Batser. We hebben de Barry Batser. Daar hebben we een breaking op. Daar zetten we efficiency op. Of efficiëntie, weet ik hoe je het wil noemen. Mending zetten we erop. En Silk Touch zetten we erop. Dat kost dan weer 11. Ja hoor. Nou, dan gaan we verder XP refarmen. Yeah! Oh, wacht. Ik heb al 11 trouwens. En Silk Touch. Boom! We hebben de Barry Batser. Meer heb ik er niet op nodig, toch? Unbreaking, Silk Touch, Mending en efficiëntie 5. Oké. Dan de Diamond Shuffle. Die moet nog een serieuzere naam hebben. De Toetentovenaar. Zo, dan hebben we de Toetentovenaar. Die krijgt unbreaking 3. Die heeft die al. Oké. Efficiëntie 5. Dan moet ik eerst even nieuwe XP farmen. Wel makkelijk die enchantment bottles, jongens. Op deze manier. Ik ben blij dat Anne ze verkoopt. Mijn villager die heeft ze namelijk ook. Maar om die nou elke keer met emeralds te krijgen, dat is zo'n gedoe. Dus ik vind dit eigenlijk veel makkelijker. Mending erop. Zo. En dan efficiëntie 5. Hoppakee. Moet er dan nog iets op mijn shuffle? Volgens mij niet, hè. Efficiëntie 5, unbreaking en mending. Silk touch. Ik heb nog een silk touch nodig. Oh, voor op mijn dinges. Dan ga ik die unbreaking even omruilen. Voor een silk touch boekje. Even in de avond nog lekker shoppen, jongens. Dat moet wel kunnen. Zo, een avond shop sessie. Is er nog silk touch hier? Sharpness, power. Oh, er is nog Silk Touch. Prima. Daar ruil ik even de unbreaking om hier voor de Silk Touch. Dat mag. Dat kost evenveel namelijk. Ik heb ze wel leuk eruit gehaald, jongens. Maar ik heb ze nooit gekocht. Ik moet wel betalen voor mijn diamond, voor mijn dingen. Wacht, hoeveel heb ik nou gekocht? 1, 2, 3, 4 enchantments. 5, 6, 7. 7 keer 5. Oh, maar deze. Als mijn rekencalculaties kloppen, jongens, zijn het 35 diamonds. Dus dan laten wij dat gewoon... 1, 2, 3, 4, 5. En de rest. De rest toch wel mooi hierin. 44 diamonds. Oh, 44, hallo. Wacht even, dan doe ik het helemaal verkeerd. Dat is veel te veel. 35. Zo, hoppakee. Dan ben ik wel weer een beetje... skeer. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, jongens. Laten we eens even teruggaan naar Barry. Barry de Blacksmith, mijn jongeman. Hoe is het? Tijdje weer niet gezien, hè. Daar zijn we weer. Heb jij wel een bed? Waarom ga je niet slapen, Barry? Het is avond. Ga slapen. Ga je bed in. Komt het door dit ding of zo? Waarom kun jij niet slapen? Hier. Naar bed. Je bed in. Slapen. Bedtijd. Doet de tovenaar. Hoppakee. Dat kost nog 7. Of dan hoppakee. Zo. En bim bam. Oh, dat is vuurwerk. Bam. Zo. Dan hebben we nu ook de toetentovenaar. Nu hoeft het alleen nog maar netherite te worden. Maar dat moet ik dan weer gaan minen. En daar heb ik echt geen zin in. Want dat heb ik een paar episodes geleden alweer gedaan. De toetertovenaar en de barrybatser. Laten wij deze enchantment bottles even hierin doen. Daar heb ik veel troep hierin zitten. Waarom heb ik dit allemaal? Mijn ex die zit in dat ding van René. Dus dat is prima. Dus die krijg ik volgende aflevering waarschijnlijk terug. Ze is ook echt net gejoined. Dus dat scheelt. Kijk jongens, dit gedeelte hier bedoelde ik met dat ik het oude gedeelte nog niet helemaal af heb. Hier bijvoorbeeld, hier moet ook gewoon nog een pad en gras. En het is zo makkelijk gedaan, zo snel. Maar toch doe ik het elke keer niet. En er moet nog zoveel gewoon leuke straatdetailjes gebouwd worden. Zoals hier kan nog van alles komen. Hier een vliegende René bijvoorbeeld. Dat wil ik een keertje gaan doen in 1 aflevering. Gewoon overal details over straat plaatsen. Dat het net zoals hier gewoon echt gezellig is. Hier ook. Hier mist ook nog zoveel. Hier al helemaal. Dit is al helemaal saai. Maar dat komt dan wel een keertje. We kunnen in ieder geval even die shuffle gebruiken om het pad hier af te maken wat ik wilde. En deze keer zonder dat hij kapot gaat. Trouwens, hij moet maar tot ongeveer hier komen.
Want hier... Ik ga wel even het hele pad zien maken zo. Laten we deze maar 3 breed doen. In verband met het feit dat dit een ook iets dunner plekje is. En dat ik hier wel rijtjeshuizen wil hebben. Tot ongeveer, laten we zeggen... Hier zo. Tot dit punt. En vanaf hier gaat weer zo'n kruising. En dan kan hier ook nog een huisje komen. Ja, hier kan zeker een huisje komen. Maar goed, hier moeten sowieso rijtjeshuizen komen. Dus laten we even wat signs pakken. Ik heb alleen geen hout meer dus. Of geen pickaxe. Of geen axe. Jezus, praten moeilijk. Dus ik hoop dat ik even gewoon wat signs al los kan vinden. En ik denk dat die hier wel in een kistje zitten. Come on. Ja, hoppakee. Glow insects heb ik alleen niet meer om dit mooi te doen. Gereserveerd pleintje bijvoorbeeld. Dus laten we gewoon normale lelijke kleurtekst plaatsen. Misschien dat hierin nog wat bijzonders ligt. Nee, ik denk het niet. Oh, normale inkzakjes, maar geen glow inkzakjes. Jammer. Komt-ie. Gereserveerd rijtjeshuis. En dan hier ook zo gereserveerd rijtjeshuis. Hoppakee. En dan hier doen we een loshuis. Zo gereserveerd loshuis. Hoppakee. Zodra die rijtjeshuizen daar klaar zijn. Of nou, Floris trouwens die rijtjeshuizen gaat maken. Dan kan ik wel gewoon hier vast beginnen met wat huizen bouwen en zo. Dan is het gewoon, het hele water hier is omringd met gezelligheid en huizen en zo. Als er een nederhuis af is ook, dan kan ik eerst even wachten wat hier gebeurt. En dan kan ik hier aan de slag gaan. En dan hier moet ook allemaal nog leuke straatdetailtjes komen. Ik denk dat ik dat ook in 1 aflevering wil gaan doen met een grote timelapse. Waar overal op straat hier en dit gedeelte ook allemaal leuke details komen. Gewoon hijskraantjes en weet ik wat allemaal. Het pad dat gefixt wordt. Hooibalen op langs de weg. Verzin het. Heb jij nog een leuk straatdetail-idee? Laat het even weten in de reacties, jongens. Jullie komen altijd met de leukste dingen. Dat vind ik altijd mooi. Ik wil heel graag in Fred's huis kijken. We kunnen vast een preview krijgen. Groen. Natuurlijk is het groen. Echt het eerste wat ik zie gewoon. Ik wil in zijn huis pieken. Oh mijn god. En ik zie nu al overal groen. Emerald blokken ook. En weet ik wat allemaal. Heel veel groen. Alright. En zijn tuintje heeft hij daar iets mee gedaan. Zijn tuintje heeft hij... Huh? Hij heeft het gesloopt hier. Waardoor je hier ook een ingang hebt. Oh mijn god, wat is dat? Fred, wat ben je allemaal aan het doen? Wat heb je allemaal met je huis gedaan? Weet je, het zal wel. Het zal wel. Laten we in ieder geval wachten tot Fred online is voordat we daarmee verder gaan. Maar voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het een productieve aflevering. Je ziet het, een hele bank staat er ineens die er aan het begin van de aflevering niet stond. We hebben wat progressie gemaakt met de paden. En helaas door de tools zijn we een beetje trager verder kunnen gaan, maar dat is opgelost. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk lekker het vorige Content Veen deel, want dit is een heel leuk deel. Ik raad hem aan om te kijken. Kijk je hem niet, kom je opzoeken en heb je een heel groot probleem. Maar nu spreek je later, glasje water of 10 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!